Ik ben Krijn Poppen, ik ben landbouweconoom van mijn vak. Ik werk 4 dagen voor Wageningen Universiteit en Research en 1 dag in de week voor de Raad voor de Leefomgeving en de Infrastructuur. Ik heb een lange Europese ervaring. Landbouw wordt nu 1 keer heel erg aangestuurd, ook vanuit het Europese beleid. Dat geldt ook voor de plattelandsontwikkeling. We zijn hier aan de oevers van de Rotte. Wat je hier ziet is een akkerbouwgebied. Akkerbouwpolder die natuurlijk aangestuurd wordt door het landbouwbeleid vanuit Brussel. Maar ook door de multinationals die producten afnemen en door heel Europa verschepen. Als je nou helemaal naar de andere kant kijkt, dan zien we de veilingsgebouwen van Bleiswijk. Sterk verbonden natuurlijk met die agrarische sector. Die met alles wat er omheen zit toch een behoorlijk belang is voor de Nederlandse economie. Tegelijkertijd zie je dat dit in zekere zin een toeristisch gebied is. Je ziet hier cultuur, historisch erfgoed. Dit is een molenviergang. En dit is ook waar gerecreëerd wordt. Daar zien we Rotterdam, een paar kilometer afstand hier vandaan. En het is nu een wat druilerige zomerdag. Maar als je hier in het weekend komt, dan kun je hier nauwelijks lopen. Omdat de wielrenners je inhalen. En tegelijkertijd ligt achter ons de A12 en de spoorlijn Den Haag-Utrecht. Die toch een soort barrière is voor de uitloop van de stad naar zeg maar, de bronnen van die Rotte toe. Ik zou er trots op zijn als wij een aantal rapporten weten te maken waarvan ministers, parlementariërs over een aantal jaren zeggen, kijk, daar heb ik een nieuw toekomstperspectief aan weten te ontlenen dat echt het verschil maakt in de inrichting van dit land.